Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Ik ben mijn schoentjes aan het zoeken. Jullie denken van, oh, moet die Dimitri nu weer al weg? Ja, ik moet weer al naar de dokter toe om mijn, zeg het, papieren in orde te krijgen. Mijn gsm nog even nemen van de zetel. Voilà. Dan richting mijn schoentjes gaan. Die heb ik waarschijnlijk op mijn slaapkamer uitgedaan. Nee, toch niet. Dimitri, volgende keer eerst schoentjes zoeken. En dan iets anders doen. Hier niet. Kunnen ze nog alleen maar hier onderin staan. Nee, ook niet. Oké. Hier onderin ook niet. Nee. En mijn bed misschien. Ja, onder mijn lakens. Zich dicht verstopt. Ik ben dat nog niet gewoon, hè. Hier zo voor, zeg het. Dit moet ingevuld worden. En dan nog een grote verrassing voor mijn schat. Dat is, ik heb de mensen van de Camille Derby nog even mee ge-sms'd. Dat is wel heel leuk dat we zo goed contact hebben met elkaar. Haar beeldscherm, als deze vlog online komt, komt die vandaag aan. Of is hem al aangekomen? Top, hè? En moet zij niet wachten tot eind oktober. Maar normaal gezien wel eigenlijk een plan is. Maar eind oktober staat sowieso al één ding al op ons programma. Dus dat we dan naar Mol Kermis gaan. Waarom naar Mol Kermis? Om wel voor die punten daar dan ook af te leveren. Ik hou ook goed, als ik partners heb, probeer die ook altijd goed te onderhouden. En ook op de woorden te vertrouwen. Oh, het is wel friskers op de gang. Ik moet wel eerlijk toegeven. Na de dokter ga ik mijn vlog nog in elkaar steken die van gisteren. Ik weet dat er beelden op mijn gsm staan. Plus dan nog op mijn GoPro. Die moet ik dan nog samenvoegen tot één mooi fragment. Ik ga nu kijken als ik. Ik heb eens voor de eerste keer nog eens de trappers genomen. Holy shit. Hier ligt wel echt heel veel in hier. Ah, lee mannetjes. Met die verkiezingen al. Komen er dan nog gewone brieven er ook nog dus ertussen. Eet hier als dat. De belangrijkste papieren heb ik er nu al uit. En nu word ik ook nog eens opgebeld. Ja. Hallo. Leg ze gewoon af. Leg ze gewoon af. Huh? Oké. Even terugbellen en dan zeggen dat ik naar de dokter ben. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Mensen. Mijn rug kan dus echt niet rusten. Hè. Nu moet ik moeten naar mijn ouders om mijn was gaan te brengen. En toch heb ik gezegd tegen haar, ik zit hier te suggelen met mijn rug. Nu, je brengt je was. Oké, dan breng ik wel de was. Jezus Maria Jozef.
Amai. Dat zijn we allemaal. Jojo. Zo mensen, ik ben nu onderweg naar mijn ouders thuis toe. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik weer al mijn gsm ben vergeten. Dus ik kan me niet aanmelden. Oh, wacht. Heb ik hem hier insteken? Nee. Wacht, van. Dan kan ik mij aanmelden bij Q Music terug, maar ik heb mijn gsm niet bij. Allee, mevrouw ook. Allee. De voeren van reisregio kennisbus is nog niet zo 100% hier de mensen. Dan ga je daar heel lang zo naartoe. Omdat hij al aan de uiteinde van de straat staat. En dan, ja nee. Ik ga hier even wachten, achter. Alles puur voor de veiligheid. Ah, oké. Ze zeggen van kom maar door. Oké, dan kom ik door. Je weet nooit als hier een invoeg, ja of nee. Haarsa. Ik ook nog mee, ik guess. Ik moet de vlog van ook nog van gisteren nog in elkaar steken. En ik zit nu al heel zwaar te zeulen met pijn. Ik kan niet achter mijn bureaustoel zitten, dat lukt momenteel niet. Hier zelfs in deze zetel zitten, lukt ook al heel moeilijk. Nu gaan ze een stukje tellen van een kraan, precies. Ze zijn daar een kraan aan het opbouwen. Ja, moet ook gebeuren. Als ze willen gaan uitbreiden in de lucht, dan hebben ze een kraan nodig. Ik zeg het u al. Als ik wat nu al zeggen. Oh man, ik ben hier zo zwaar na aan het denken. Dus als ik fietsers daar zouden zien en aankomen. Zet ik even mijn cammetje op en dan zien jullie ook wel hoeveel fietsers er tegenwoordig door rood rijden hier in Alken. Oh. Nu is allemaal een bromfiets mooi achter de lijn aan het wachten voor kunnen over te steken. Dat was dus chapeau. Maar stel als ze bijvoorbeeld zo'n hoek moeten maken, moeten ze eigenlijk ook wachten, maar dat doen heel weinig fietsers. Allee. Kom ik een stukje af aan bij mijn ouders. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Ik moest het heel zachtjes hier bij mijn ouders aan de trap mijn was neerzetten, want mijn papa slaapte nog. Ja. En nu heel rustig vertrekken. Terug naar mijn appartementje toe. Ja, ik slaap de laatste tijd heel slecht. Heel slecht mensen. En ik sta precies niet goed in beeld. Jee, yippiekajee. Yippiekajo. Joho, joho. Hola. Ik is absoluut.
Ja. Maar die ben ik dus echt aan het twijfelen. Dus in de Medegatstraat, dus waar ik nu aan het rijden ben, ergens zo'n verhoogje. Mocht je daar 30. Dus mijn wijs zegt dat ik hier maar 30 mag rijden. Maar iedereen zit hier wel 50 over te rijden. Dus ik twijfel. Dus ik ga daar dan altijd met 30 km per uur over rijden. Dan maakt het niet uit als ze achter mij zitten te klaksoneren of met hun lichten te flikkeren en al. Amai. Die pakt zijn vrouw mee op het werk. Die camionchauffeur. Moet hier echt niemand niet in. Meent je dat nu? Niemand niet moest hierin. En veel mensen zijn ook hun gras af aan het doen, merk ik. Dus dat is altijd leuk meegenomen. De haartjes weer al af aan het doen van het gras. Oh, oh. Ik kan niet meer, man. Hier zijn ze maar 30 aan het rijden. Dat komt door die camion. Camion. Allee mensen. Dag Sylvia. Lieben. Hoi hoi. Weer als van een reclamebord. Dan zit er wel eens een goeie dagje tegen. Die komt op voor 35,70 alken. Ik word aan het geeuwen, geeuwen, geeuwen. En nu sta ik stil en eens even kijken. Hè. Ja, ik sta niet voor de rode lichten, eens even kijken. Het is nog altijd rood, hè. Ene man rijdt al door rood licht. Het zijn 4 fietsers. 2 rijden door rood licht, 3 rijden door rood licht. Kom aan, mensen. En de vierde rijdt ook gewoon door het rode licht. Ja. Dus de rode lichten hè, voor de fietsers geldt hier blijkbaar niet in, bij Kristal Alken. Vraag me af als toch de verkeerslichten aan deze kant, dus aan uw rechterkant staat, moet je die toch altijd gehoorzamen? Dacht ik toch. Dat deden ze niet, dat deden ze niet, dat deden ze niet, 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 niet. Ze waren allemaal doorgereden. Dus mensen, als er rode lichter aan uw rechterkant staat, ook voor de fietsers en de voetgangers, respecteer die regel van de verkeerslichten, zowel, ook, dat is, zowel dan voor de automobilisten als voor voetgangers als voor fietsers. Dus als de verkeerslichten aan uw rechterkant staan. En ik ga u één ding zeggen, ik kan niet meer. En nog één en nog voorbij laten steken. De fiets. Yes, stik zijn handje omhoog. Graag gedaan, meneer. Deze en de dag is ook nu weer ook goed. Ja, daar heeft mij iemand voor gelaten. Hoehoe. Ik moest niet remmen. Ik moest niet wachten. Want dan zat hij tegen mijn kabinetje. En dat wil ik niet. Schade voorkomen. Beter voorkomen dan te laten komen. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Ho, 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 ho.
ben mijn GoPro boven vergeten en ik heb geen tijd meer om die boven gaan te halen. Of anders ben ik voor de tweede keer te laat op mijn kinesist vandaag. Ja, ik snap het niet. Op mijn mail staat 4:30. Ze bellen mij om 4:15 op. Zegt hij, waar blijf je? Want je stond op om 4:00. Ik zeg, hè? Ik heb maar alleen maar gemerkt dat het om 4:30 stond. Ja, en nu hebben ze het verplaatst dus naar 5:30. En ja, dan ben ik nu onderweg naar mijn kinesist toe. Dat is nu 17:18. Dus mooi op tijd ben ik. En ik rij rustig. Hallo Bart Juris van 3570 Alken. Op de plakkaat. En dan nog een keer Bart Juris. En dan Danny Juris met Mike Pinksten. Hoi hoi. Al die verkiezingswoorden. Oh, ik word er gewoon zot van. Hè. Hoeveel verkiezingswoorden dat ik soms tegenkom, man. Dus ik zal eens, als ik er nog tegenkom, zal ik wel gewoon een goede dag zeggen. En wie er ook op staat, zal ik ook wat de naam benoemen. Ik zeg redelijk wat hoor, nog dat ik er ga tegenkomen. Eens even kijken, hier heb je ook al eentje. Dat is van Mike Pinksten zelf. Dag Mike Pinksten. Mannekes. Tot nu toe is het heel rustig nu met de verkiezingsborden. Ik zie nergens geen meer, dat is goed. Leon. Maar nu ga ik weer aan de straat in waar weer al verkiezingsborden staan. Dag Jorg Stas. Van de NVA. Alken doen bruisen. 3570 Alken. Hoi hoi. Igor Fieltjes. Hallo. Inge Moers van de CDMV. En dan die Igor is van de VLD. Amai man. Zie, dat is wel wat plakaten dat ik hier allemaal toch tegenkom. En dan moeten die plakaten moeten dan nog allemaal nog eens een keer opgebrand worden. Hè. Wat een milieuvervuiling. Houd toch allemaal puur digitaal. Want veel jongeren zitten dan ook op de digitale borden en al. Ja, dus gelijk op Facebook, Instagram, TikTok. Maak daar dan nog wel reclame. Dus even kijken als ik er nog niet tegenkom. Momenteel niet. Oh jawel, hier vooruit kom ik tegen. Dag Jan Robbejeins of zoiets. Ja, ik totaal niet. En ik dacht dat ik er nog twee te ging. Oh, nog een paar. Dag Anouk Ponsart. Dag Igor Fieltjes. Ja, ja. Zie, dat is wat ik hier nog allemaal nog tegenkom. Voordat ik bij de kinesist arriveer. Oh my god. Dag Bart weer al. Bart Juris van 3570 Alken. Oh my god. En hier staan er nog eens twee op. Eileen en Frank Vronen. Oh my. Voilà. En nu kom ik aan bij de kinesist. Mooi update. Wat manoeuvreren. Zo. Zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo. Ik ben nu weg uit de kinesist. Ik heb al 16 sessies al achter de rug, blijkbaar. En ja. Ik denk dat het er nog meer dan 18 sessies gaan aankomen. Dus volgende week zijn we dus mijn twee laatste sessies, maar daar gaan sowieso er nog bij toegevoegd worden. Want het ziet er nog altijd niet goed uit en al. Amai man, die zon staat heel op het hand. Echt waar. Dag mevrouwke.
Ja. Nu terug naar mijn maatje en mijn lieverd. Die zit nu bij mij thuis. Oh mannekes, ik ben stiekem pot door die fucking kines. Die heeft zo hard doorgeduwd. Woehoe, dat ik het voel. Dat ik het voel. Oei, jullie waren weggevallen. Dat wist ik zelfs niet. Woehoe. En dat voel ik wel heel fel. Oh my god. Het is groen, groen, groen. Groen, groen, groen. En het is oranje. En dan rood. En nu zijn er geen fietsers, hè. En nu sta ik, kijk maar, ik sta vooraan, hè. Ik sta vooraan. Nu zijn er geen fietsers. Om het eens te laten zien. Oh. Het is niet meer leuk. Dat is ook niet meer leuk om met die pijn te leven. Maar ik ben een strijder. Hoe lang moet ik nog strijden tegen mijn pijn? Dat vraag ik me soms wel af. Hoe lang dat ik eigenlijk nog moet strijden voor de pijn? Dat die pijn echt uit mijn rug is. En ja, dat ik terug een normale leven kan leiden. Dat vraag ik me soms wel af. En dan mijn man, hier blijft het lang rood. Jee, we kunnen eindelijk vertrekken. Haha. Maar mensen, ik ga jullie laten. Duimpje omhoog. Niet duimpje omlaag, maar duimpje omhoog. Ik ga hier ook al de vlog mee afsluiten. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op die abonneerknop te drukken. Ah ja, op de belken te drukken. Oh mannetjes, zie dat, zie dat, zie dat. Ik ben al helemaal van de kaart. Oh mannetjes, ik zie heel weinig. En dan zitten ze aan die kant, hè. Dus als ik zo aan het rijden ben, nog tegenrichting aan het fietsen. Hè. Als ik nu op het fietspad was beland, dan zaten die gewoon zo pataas tegen mij. En wat kan ik dan zeggen tegen de politie? Ja, sorry, ik was verblind door de zon, ik zag hem niet. Ik zag hem niet aankomen. Voilà. Dus, blauw duimpje, of zwart duimpje, of ik weet niet meer welke kleur dat is. Hieronder, vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op de drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Ciao ciao. Hey kijkers, mijn kinesist is tussen een uur verlaat. Er was even wat communicatieproblemen. Op mijn mail stond om 4:30. En toen stond er in de computer om 4:00 en nu kan ik terug pas gaan om 5:30, dus dat is heel goed, ik kan er vandaag nog gaan. Maar ondertussen is ook mijn maatje nog al onderweg, oké, maakt niet uit. Dan houden ze met elkaar bezig, Bea en mijn maatje, en voilà. Ze gaan dan waarschijnlijk Rummy Cup spelen, of misschien iets op de televisie kijken, dat kan ook nog. Ah ja, mij ook nog eens aanmelden voor het geluid, dames en heren. En iedereen zegt dat het een doorgestoken spel is. Nee. Hupsa, ik heb mij aangemeld. 26.000, er is een fout opgetreden. Elke keer kan je aanmelden. Ja. Zeg niet dat het geluid is geraden, hè. Speel mee. Meld aan, er is een fout opgetreden. Oh, oké. Weet je wat ik dan doe? Ik sluit heel die paparazzi af. Ik zet mijn wifi aan. Ik zet mijn mobiele gegevens uit. Da-di-da-di-da-da. En dan druk ik weer al op Q-Music. En dan wordt Q-Music opgestart. Jullie zien het, een mooi rood schermpje. Jawel. Met de Q-Music logo uit. Zie je dat zo mooi.
Jawel, dames en heren, ik vind het echt heel mooi. Ik kan nog eens een keer afsluiten. Oh, ik heb geen internet hierop, dan moet ik het weer al even naar mijn internetinstellingen gaan. Verbonden zonder internet, dat kan niet, want ik heb internet op mijn pc. Dus we gaan die terug eens even uitzetten. Dan gaan we die terug eens aanzetten. Huh. Verbonden, oké. Dan gaan we terug eens naar Qmusic toe. Qmusic wordt terug opgestart. Oké, daar is iemand aan het fluiten. Voilà, Sa. Je bent aangemeld. Ik ben aan het fluiten, maar ik krijg wat. Oké. Een paar foute antwoorden wat door is gegeven. Het openmaken van een glazen bokaal met deksel met dubbele draaiering. Oké. Het sluiten van een metalen deurtje met een kliksysteem via een hamsterkooi. Dat was eigenlijk het geluid van Qmusic in Nederland. Ja. En Lise uit Leiden heeft dat eens proberen toe te passen als het ook bij ons was. Maar jammer. Het bakje van een vaat was tabletten in een afwasmachine openen. Het veertje dat wordt gebruikt als deurstop naar beneden duwen en loslaten. Ik ga tot door tot ik mijn antwoord zie. Hè. Een plastieken beker omdraaien. Op de rand tikken en dan terug goed zetten. Ja, oké. Het openen en sluiten van een vliegenraamdeur met magnetisch sluiting. Een stuurslot in een wagen opzetten. Een printer die begint af te drukken. Een kastdeur met duwsysteem probeert te sluiten waarna de kastdeur terug opent omdat het niet gelukt is. Amai, het zit toch wel nog veel antwoorden. Ik ga gewoon daarmee stoppen. Mijn antwoord was de noodstop van een machine uittrekken. Donderdag 3 oktober, 12:30 door Dimitri uit Alken en dat was ik. Nu moeten jullie nadenken, ik kan ook nog zijn andersom. Voilà. Ik ga jullie laten nu. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. We gaan hier nog even een potje Rubik's Cube spelen. En dan zien we nog wel. Want ik moet nog zelfs naar de kinesis. Tot straks allemaal. Yo.